Beste kijkers van de lokale omroep Goorlen, mijn naam is Jan van Eyck. Deze week laat ik u in het blokje uit het logarchief een interview zien met Jo van Gestel, gemeenteraadslid in Goorlen. Dorrie Hesterkamp interviewde Jo van Gestel destijds in 1984 en maakte opname van ongeveer een uur. In een compilatie van ongeveer 15 minuten laten wij u zien hoe Jo van Gestel vertelt dat hij hier opgroeide tussen 5 kinderen in dit huis op de hoek van de Groeneweg en het Oranjeplein en hoe hij naar school ging. Hij vertelt dat hij opgeleid wordt tot tapijtwever en met een beetje geluk had, omdat het een sociale man was die tussen de mensen wou staan, melkboer kon worden hier in Goorlen. Dat heeft hij jarenlang gedaan. En in die periode bouwt hij ook de achtergrond op om vakbondsman te worden voor de NKV. Geheel in de familietraditie overigens van de familie van Gestel, want zijn vader behoorde tot de mensen die hier het bondsgebouw heeft helpen oprichten aan het Oranjeplein. Jo van Gestel sluit zich later aan bij het CDA en wordt al in de tijd namens de werknemerspartij lid van de raad in Goorlen. 16 jaar lang is hij gemeenteraadslid van Goorlen geweest. Hij vertelt met passie wat je mag verwachten van een gemeenteraadslid en hoe hij daarin stond. Ik wens je veel kijk- en luisterplezier voor deze 15 minuten. Mocht u nou nog meer willen zien van Jo van Gestel, het is een band van een uur waar hij ook vertelt wat het betekende om met 15 kinderen in één gezin op te groeien. Wat het betekende om hier naar school te gaan. Hij zingt zelfs liedjes die hij op school geleerd heeft. Jo van Gestel vertelt over zijn tijd, dat hij toneelclub speelde, dat hij in de voetbal optrad. En smakelijke smokkelverhalen. En tenslotte ook nog een heel mooi gedicht van Jantje van Bokstel wat hij voorleest. Mocht u interesse hebben voor die band van een uur, dan kunt u hem bestellen bij de lokale omroep Goorlen. Maar nu wens ik u eerst plezier met die compilatie van 15 minuten Jo van Gestel. Vakbondsman en gemeenteraadslid in Goorlen. Veel kijkplezier. Deze foto is 50 jaar geleden genomen. Vorige week waren ze bij ons thuis 75 jaar getrouwd, dat ze nog geleefd hadden, mijn vader en moeder. Als je goed geteld hebt, er zijn 10 jongens, ik heb daar toen straks iets van gezegd. En ja, die moesten allemaal een strafdaas hebben. Maar nou was dat een mooie oplossing. Toen zei je, weet wat we doen? We kopen één strafdaas. En diegene die... het illustreert nog eens hoe erg de mensen vroeger waren. In het kader van de bezuinigingen, zouden ze nu zeggen? Ja, in het kader van de bezuinigingen werd er een strafdas aangeschaft. Mm-hmm. En diegene die naar Veldkamp moest om een foto te laten schieten, die mocht 10 dag de strafdas aan. Maar je moest hem wel ogenblikkelijk doen mee dat je thuis kwam. Ja. U kent Jo van Gestel ongetwijfeld allemaal vanuit de gemeenteraad. Hij doet het werk nu al 14 jaar. Maar Jo van Gestel is ook buiten de raad een boeiende man. Wij zochten hem thuis op waar Ria, zijn vrouw, ons vorstelijk onthaalde. Jo, Oranjeplein nummer 29, hè? Ja. De adres, hè? Dat is jou heel erg bekend, hè? Ja, dat is het ouderlijk huis waar wij gewoond hebben. En dat was op de hoek? Nee. Oranjepleinhoek? Groeneweg, ja. Daar ben jij geboren, hè? Op, ja, Ik ben er niet geboren. Nee, ik ben op de Groeneweg ben ik geboren, tegenover de Meulen. En toen ik 10 jaar was, dus dat is in 1928 geweest, toen zijn wij naar het Oranjeplein verhuisd. Daar hebben ze toen een nieuw huis laten zetten. En daar zijn we toen terechtgekomen. De herinnering aan die schooljaren, die is me heel erg bijgebleven. Ik kan me goed herinneren welke fraters en bij welke meester in de eerste tot en met de zevende klas heb gezeten. En elke klas, daar werd gewoon een apart lieke geleerd. Hè. Ik kan me nog goed herinneren, dat lieke van de eerste klas, dat ken ik nou zelfs nog. Hè. Zal ik het eens zingen voor u? Maar het kiet niet in uw laag. Hè. Want er is helemaal geen valse bescheidenheid bij, maar ik kan gewoon niet zingen. Ik meen het van mijn eigen wel, maar aan de mensen vinden dat ik niet goed kan zingen. Maar goed. Jantje had een broek gekregen met aan elke kant een zak, die hij reeds de eerste middag vol met mooie dingen stak. Knikkers erop
Kopjes krijtenbal, slekke huisjes, zwaart niet al. In de klasse was het heel gewoon dat jullie gingen werken. Ja, ik heb die zeven klassen heb ik dan doorlopen. En toen was ik 13 jaar, amper 13 jaar, toen ging ik van school af. Toen ben ik een jaar thuis geweest en dan moest ik als moeder mee helpen, de wassen mee doen, hè. Met zo'n wasmachine weet ik niet zelf te houden. De boodschappen moest ik dan doen, de bouw moest ik mee doen. En de bouw is het huis schoonmaken. Schoonmaken, ja, gelijk, hè. Dat was toen nog tijd niet wat te doen, want er lag geen karpet of geen kookjes in huis, dat was allemaal maar vegen. Ja, vegen, hè. En afstoffen een beetje. Ja, en als je dan 14 jaar bent, dan is daar opgeleid pandoor, dan moet je naar de fabriek. Hè. Nou, bij ons waren ze, in onze familie waren het praktisch allemaal tapijtwevers. Mijn grootvader is tapijtwever geweest, mijn vader is tapijtwever geweest. Nou, en dan zit er niks anders op als dat je jou ook tapijtwever werd. En dat was in 1932, 13 juni, ben ik naar Jan van Mezouw gegaan. Dat is ook mijn dag van de verjaardag, dan mocht je een dag verloren gaan. Nou, en toen heb ik best een paar tapijtweven kunnen leren. Dat is ook nogal toenertijd een heel ingewikkeld, moeilijk vak. Mm-hmm. Nou, en toen ben ik tapijtweven geworden. Toen waren een jaar of 14? Toen was ik 14 jaar. Ja. Ik ben op de dag van mijn verjaardag ben ik naar de fabriek gegaan. Ja. 1943, ja. Dus dat was ongeveer het laatste jaar van de oorlog. Toen zei ik met dokter De Kort wist te praten. Die was directeur van het gewestelijk arbeidsbureau. En ik woon niet naar Duitsland. Mm-hmm. En toen hebben wij ineens van onze pa een vrijheid gekregen. Ja, die we eigenlijk wel begrepen, maar die voor ons eigenlijk ongekend was. Want hij zei, je kunt doen wat je wilt. Je hoeft van mij niet naar Duitsland. Maar je moet wel voor je eigen hakje zorgen. En het is eigenlijk niet te geloven, van de 10 jongens is er bij ons geen één in Duitsland geweest. Nee. Dus ik zei toen naar dokter De Kort wist te praten. Toen zei hij, je kunt veel beter naar Zeeland gaan. Toen zei ik naar Zeeland gegaan. Daar heb ik een half jaar geweest en toen moest ik naar Duitsland. Maar wat betekent een half jaar in Zeeland? Een half jaar militaire dienst? Nee. Dat was daar aan de kust werken. In Vlissingen heb ik gewerkt. Nou, en daar stond me dan toch niet aan. Daar heb ik een half jaar geweest. Mm-hmm. En toen moest ik naar Duitsland en toen moest ik daar weg zien te komen. Toen zei ik onderduiker geweest bij Frans Puij op reis, met Jantje Spijkers, alle wel bekend, Jantje van Vennerhoven. Ja. Daar zijn we met eens tweeën bij Frans Puij onderduiker geweest. Tot 1 februari 1944 ineens de mogelijkheid kwam voor men om melkboer te worden. Mijn naamgenoot die scheen eruit en die had dezelfde namen als ik. En dezelfde achternaam. Dezelfde achternaam, ook de voornaam. Mm-hmm. En die had een uitwijs. Je kreeg een uitwijs van de Duitsers als je voor de voedselvoorziening werkte. Nou, dat kon ik toen gebruiken. Ik heb toen ook weer dokter De Kort ingeschakeld. En die zegt, nou, hier ligt de mogelijkheid voor jou. Nou, en toen zei ik per 1 februari 1943, zei ik melkboer. Nee, 44 zei ik melkboer geworden. Mm-hmm. Ik was vroeger een knap meisje, maar die is gewoon om het geld met mij getrouwd. He. Anders had ze mij toch nooit gewild. Ja, dat lacht er nou. En langer dat ze met mij getrouwd was, hoe statiger dat ze erin. Ik heb bij heel veel mensen gekomen. Het is niet alleen het feit dat ik een echte ras-echte Goorlenaar ben, dat ik veel mensen ken. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat heel die Goolse families, hè, dat ik door zo'n melktoer, dat die ik goed heb leren kennen. Want ik voelde af en toe toen er tijd al dat, maatschappelijk werker, dat is misschien een te groot woord, maar op een gegeven moment dan raken ze zo vertrouwd met je, want je komt elke dag komt er binnen, want dat was niet aan de deur, dat was achterom en dat ging toen er tijd nog allemaal te goeier trouw. En dan gebeurde het altijd nog alles, dat
de mensen met problemen bij kwamen, ze zaten hiermee of ze zaten daarmee. En dan wilde ik mijn eigen toch altijd geroepen om te proberen, ik zeg niet, ik ga alles op kost lassen. Maar om te beren daar in ieder geval voor die mensen wat te doen. Hè. Gerold van het een in het ander. Hè. Bij ons thuis zelf, ik heb dat in het begin al gezegd, mijn grootvader, die is voorzitter geweest van de vakbeweging. Mijn vader is voorzitter geweest van de vakbeweging van Sint-Lambertus en dan ook van de Rumgerlijke Werkliedenvereniging. Nou, en dan is het ook weer heel gewoon. De, van zijn kinder, en daar heb ik dan een tik van gehad, maar er waren er bij ons een paar meer, maar niet in die mate, want je komt van de een en de ander. Ja. Maar jij bent in januari 34 lid geworden van de vakbond. Dat klopt, ja. Ja. Nou, ik leurde daar eer de verdienstenis van thuis als van mijn eigen. Als gewoon, dat ik één ding moet zeggen, toen ik van school kwam, toen zei ik, toen straks al gezegd, zei ik een jaar thuis geweest. En toen, toen braken net die stakingen uit in Tilburg, de textielstaking. Bij Van Dorendam, bij Enneking, afijn, noem ze maar op. En nou, dat was dan heel wat bekeks. Dan ging ik op de fiets, eerstmiddags, als ik van de smoeder mocht. En als ik niet mocht, dan ging ik toch, ik zei nou wel eens, hè, niet altijd. Maar in ieder geval, dan ging ik daar eens naar Van Dorendam, dat was hier vooraan op Kerrebroek. En dan was ik toch wel min of meer begaan met het lot van die mensen. Die daar ineens, want dat ging om een bepaald percentage, best minder uitbetaald kregen als dat vaststond. En dan weer gewoon toen de tijd met 5 of met 10% loonsverlaging weer er gewerkt. En dat heeft dat gevolg gehad dat toen die textielstaking uitgebroken is. En ik kwam hier, dat deed me toch wel iets. Die mensen die kwamen dan in Gool langs de deur met steunbonnen of met een bus hè, voor de stakers in Tilburg. En ondanks dat Gool dan ook veel armoede had en wij niet minder, gaven wij, steunden wij, waren wij solidair met die mensen. En ik denk dat ook dat wel min of meer een rol meegespeeld heeft. De, niet alleen dat ik in 34, maar de, nog een keer hebben ze thuis voor gezorgd dat ik lid werd van de vakbond, maar dat ik daarna in die vakbeweging daar nogal een rol. Geen wat we allemaal gehad hebben, he, dat me daar toch ook wel dank aan beschuldigd zijn en ik geloof dat je dat ook niet zomaar los kunt laten. Dus nog een keer, het is niet dat ik elke dag in de kerk zit, maar het geloof, daar staat bij men net als gezegd vrij centraal. Ja. Ja. Als ik dan onder andere denk aan, goed, jullie hebben 6 gezonde kinderen. 7 gezonde kinderen. Met alle respect daarvoor, Jo. Maar ik ben toch benieuwd van jou eens te horen hoe dat in die tijd ging. Hè? Jullie hebben de kinderen vrij snel op elkaar gekregen. Ja, ja, dat is eigenlijk ook weer een verhaal apart. Hè? Dan, je gaat trouwen en ik weet nog goed, pastoor Vriel, die heeft ons getrouwd. We zijn in 44 december getrouwd. En ik kan me nog goed herinneren toen wij bij de pastoor aankwamen, dat we dan gingen zeggen dat we gingen trouwen. Dus dan kreeg ik een gesprek met de pastoor en toen vroeg hij, ik kan me nog goed herinneren, hoeveel kinderen wilde jou? Ik zeg wel 15. En dat mende ik ook. En dan schreef hij, ho, zei ze, dat hoeft van mij niet. Maar dan zijn ze getrouwd en dan komen de kinderen en dan komen 7 kinderen die komen nogal snel op elkaar en dan komt er op een gegeven moment, dan denk je bij wijgen dat loopt fout. Als je zo verder gaat, hè, dat loopt fout, daar bedoel ik deze mee, van je kunt ze eigenlijk de zorg niet geven die kinderen toekomen om er een fatsoenlijk iemand voor in de wereld van te maken. Ja. Wat vind jij wat men van een goede raad mag verwachten? Ieder zal dat op zijn eigen manier doen, het raadslid. Hè. Hier Jan Loon, bij ons, ik zit met mensen al jaren in de raad die er al in zaten toen ik erin kwam in 1970. Jan de Eerzemaans, Kees Kools. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Ik geloof dat je deze moet zeggen, dat een raadslidmaatschap, dat moet het ten eerste serieus nemen, zonder meer. Daar bedoel ik deze mee te zeggen, dat je niet met je petten naar kunt gooien. Je moet dat ook niet zien als een verworvenheid die je zelf op een gegeven moment gehaald hebt, maar dat probeert uit te voeren wat je de mensen beloofd hebt. He? Als het tenminste
tot het haalbare en het algemeen belang er niet mee geschaad wordt. Ik vind deze, we zitten nog op de allereerste plot voor het algemeen belang. Ze zeggen wel eens, hij praat altijd voor zijn werknemers en zo. Nou goed, dat mogen ze van mij zeggen, daar zit ik dan ook niet mee. Maar ik meen toch altijd het in die context te plaatsen, het algemeen belang als zodanig daar niet mee geschaad wordt. Jij zit nu al in de nodige jaren bij het CDA. Jij bent toen de tijd, begin jaren 70, begonnen bij een andere partij, hè? Ja, de werknemerspartij die was toen al jaren bezig. En daar ben ik in 1970 bij de werknemerspartij gekomen. En in 1974 toen is het CDA in Goorlen ontstaan. En daar heb ik me toen ogenblikkelijk bij aangesloten. En daar ben ik toen met mijn politiek verder gegaan, tot nou toen nog, op het moment. Ja. Wat is de reden exact geweest van het CDA, Christendemocratisch Appel? Nou, ik denk dat ik het zo gerust kunt zeggen. Misschien dat ook wel iets is wat je van thuis vroeger meegekregen hebt. De geloof, hetgeen we ook bijgebracht hebben ten aanzien daarvan, dat God is om me niet overboord. En ik geloof dat voor men net het punt is geweest, wanneer ik toen op een gegeven moment voor een bepaalde politieke partij moest kiezen, toen de landelijke politieke partijen in Goorl ingang deden, in de Goorlse politiek, toen heb ik gewoon bewust, en dat zal met mijn verleden te maken hebben, de opgroei van thuis, dat hebben we meegekregen net, bewust voor het CDA gekozen. Ik denk toch dat heel veel Goorlenaren Jo van Gestel als een hele bijzondere man altijd hebben gezien en nog zullen blijven zien. Ja. Wij vonden het in ieder geval ontzettend fijn om jou eens van gedachten te hebben kunnen wisselen over een heleboel dingen die toch jouw pad zo'n beetje doorkruist hebben. Ontzettend bedankt. Nou, Dorry, we kennen elkaar langer als vandaag. Ik heb dat heel graag gedaan. En ik hoop dat in ieder geval dat er iets mee opschieten ook. Hetgeen we hebben vandaag gedaan, heb ik jullie ook bedankt.